Goedenavond, dames en heren. Zoals u zult merken, serveren wij vanavond uitsluitend à la carte. Dat wil zeggen dat u alleen dat kunt bestellen wat u vet gedrukt op de kaart vindt. Zo gaat het ook in een restaurant, nietwaar? En u moet bij ons ook niet om dingen vragen die we niet hebben. U moet ons vanavond niet vragen om Wim Kan. En helemaal niet om Toon Hermans, want die hebben we niet. Toon Hermans heb je natuurlijk allemaal gezien. Het is een fantastische one-man show hier in het Leidseplein Theater. Hij is jammer genoeg opgehouden in de zesde maand. Wim Kan komt vanaf 1 januari hier, want volgend jaar die is in Den Haag begonnen. En die haalt in Den Haag een stunt uit, zeg. Wim Kan laat de Hagenaars mee zingen. De Hagenaars zingen mee. Dat is nog nooit iemand gelukt. Nou is Wim Kan zelf Hagenaar, dus hij kent zijn eigen heimers, niet waar? En bij het laatste refrein zegt hij dan ook nog, gaat u nou maar op de stoel staan, en dat doen ze dan ook nog. Nou, en dan wordt het een rotzooi, zeg. Naast mij boven op het stoel die keurige juffrouw Klompé. Meezingen bij ons op het voorhout. En ordinair. Ordinair, maar gezellig. Net Amsterdam. Dames en heren, ik heb mijn programma à la carte genoemd, wel hierom. Ik heb gedacht, wij laten ons allemaal een klein beetje imponeren in een restaurant door een goed gesteld menu. En zo'n goed gesteld menu is meestal in het Frans. Want als wij nou gewoon in het Holland zouden lezen op een minuutje, laat ik maar eens iets noemen, bijvoorbeeld kalfsborst. Dan denken we, ach, kalfsborst. Maar staat er nou buste de voe, dan neemt u het. Hoewel, ze kunnen het soms ontzettend overdrijven. Ik was laatst hier in een ontzettend goed visrestaurant. Erg duur, erg chic. Ik wil de naam niet noemen. Ja, dat kun je niet doen, nietwaar? Omdat het sauer was, maar goed. Ik krijg een menu voor me, en u kent dat wel. Huître de Zeelande, Fatih du Chef de Cuisine, Omar, dat weet ik veel. Ik zeg, ober, ik heb zo'n ontzettende zin in hommetjes en kuitjes. Dat hebt u zeker niet. Toen zegt hij, ja zeker meneer. Ik zeg, ja, maar ik zie het niet op de kaart staan. Toen zegt hij, meneer, het staat ook nog op de kaart onder de titel Plaisir d'amour. Nou ja, dat vind ik nou gewoon biologische overdrijving, hè. Daar hoeft u bij ons vanavond niet bang voor te zijn. Wij zullen niet Connie Stuart op het menu zetten en Ulrika Hopper in de maag splitsen. Dames en heren, het volgende nummer van ons programma gaat over Nederlands 12e provincie, over de Zuidoostpolder. Wij hebben allemaal op school geleerd dat Nederland ontworsteld is aan de Baren. Nou ja, goed, we hebben het dan gedaan, hè. Dit was allemaal water. Dat hele Leidsepleinkwartier, waar u nou zit ook in Kluis, hè, dat was allemaal water. Lijn 1 en 2, die gingen wel. Maar dan met een admiraal om de kaartjes te knippen. Dit was allemaal zee, hè? Zeg, allemaal water. En hiernaast, hè, waar Ko van Dijk een poosje geleden nog met water knoeide, hè? En waar ze nou naar subsidie zitten te hengelen. Daar vingen ze vroeger bot. Toch kun je nog merken dat het zee geweest moet zijn, het Leidseplein. Hebt u die jonge lui wel eens goed bekeken die op de hoek staan van het Leidseplein en de Leidsestraat? Die zijn nog zeeziek. Nou goed, dan heb je zo'n 12e provincie. Dan moet die 12e provincie bevolkt worden. En de Nederlandse ooievaren zijn toch al zo druk, nietwaar? We hebben moeite genoeg om Australië vol te krijgen. En dan weer zo'n provincie gaan inlijven. Dan willen zij, net als de Friezen, eerst het koloniale juk afschudden, of hoe dat heet. Wij gaan nu zien hoe dat precies moet. Eerst een volkslied, volksdrachten, volksdansen. Enfin, kijk u maar, Zuidoost.